Hoi allemaal, dit leuke klavertje 4 is heel makkelijk om te maken en het enige wat je nodig hebt is een haaknaald en elastiekjes. Je hebt 17 elastiekjes nodig om dit klavertje 4 te maken. Ik heb het hier met neongroen gedaan, ik ga het nu met wat donkerder groen doen. Oké, laten we beginnen. Je pakt je haaknaald en je eerste elastiekje, die doe je er 3 keer om. 2 keer om eigenlijk en dan heb je 3 ringetjes gecreëerd. En dat doen we nog een keer. 2 keer 3 ringetjes. Dan pak je 2 bandjes tegelijk. Zet je op je haaknaald, die rek je uit en dan duw je allebei de 3 ringetjes op die 2 elastiekjes. En dan pak je de andere kant van de 2 elastiekjes en die zet je op je haaknaald. En dit is je eerste plaatje. Ik rek het nog even een beetje mooi uit en dan duw ik het naar achteren. Dit was je eerste blaadje. Zo moet je er 4 maken. Je kunt ook natuurlijk een klavertje 3 doen, maar dit is het klavertje 4. Dus ik ga 4 blaadjes maken. Ik ga nog 1 blaadje laten zien en dan zet ik die video even op stop. Dan ga ik een sprongetje maken. Dit is 1, 2 en het laatste ringetje is 3. Volgende. 1, 2... 3. Twee elastiekjes. Rek je het uit. Dan duw je de ringetjes erop. Gewoon aan de andere kant van de twee elastiekjes zet je die op je haaknaald. En dit was blaadje nummer 2. Ik ga nu een sprongetje maken en ik kom terug als ik 4 blaadjes gemaakt heb. Ik heb 4 blaadjes op mijn haaknaald en ik pak nu 1 groen elastiekje. Die zet ik erop. Zet ik zo op mijn haaknaald, die rek ik uit. Dan gaan we alle 4 blaadjes op dit ene elastiekje duwen. En dit is echt even lastig. En je haalt hem eroverheen en dan zet je hem op dit ene elastiekje. Dit is het derde blaadje. Kijk, en nu komt het heel krap. Als ik mijn vinger los haal, dan schiet het los. Dus ik doe het even met het puntje van mijn vinger. En dan pak ik het laatste blaadje. En die zet ik er ook op. En dan pak ik deze kant van het elastiekje en die zet ik op mijn haaknaald. En nu gaan we het achterste elastiekje over de voorste halen en over je haaknaald heen. Zo. En dan trek je het elastiekje wat op je haaknaald zit even goed aan. Dan kun je hem nog een beetje in model brengen, maar mijn ziet al erg goed uit. Dit zijn ze alle 2. Wacht, ze vallen uit mijn hand. Nou ja, een beetje lastig om te laten zien, maar dit zijn de alle 2 de klavertjes 4. En dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!